ging DNA Onbekend het verhaal van Martijn Heeren. Hij is al lange tijd op zoek naar zijn biologische vader. Tot dusver heeft zijn zoektocht nog niets opgeleverd. Met name doordat zijn moeder hem 2 keer een onjuiste naam gegeven heeft. Nou, ik ben inderdaad mijn moeder wel gaan wantrouwen in die zin dat ik ben gaan vragen van... En je zei, je had me beloofd dat het dit alleen maar hij moest het zijn en het kon niet anders, 100%. Natuurlijk, daar hebben we heel veel ruzies om gehad. Hartelijk welkom Martijn. Lionel, welkom. Fijn dat je are here from Paris. Martijn, jij bent al heel lang op zoek naar wie je echte vader is. Je dacht al 2 keer dat je hem gevonden zou hebben. Ja. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Uiteindelijk ben je terechtgekomen bij deze man, Dominique. Klopt. Een Fransman. Ja. En Dominique is de vader van Lionel. En dat zou betekenen dat als Dominique inderdaad ook jouw vader is... dat jij nu naast je halfbroer zit. Ja, klopt. Is dat een gek idee? Ja, dat is wel een gek idee. En ook om het uiteindelijk, om hem uiteindelijk gevonden te hebben. Ja, na zo lang. Ja, na zo lange tijd. Dus dit is een belangrijke dag voor jou. Heel belangrijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Lionel, you are possibly sitting next to your half-brother. Yes. That's strange. You never knew about this half-brother. I never could imagine that. No. Yes. No. From Holland. Mm. Is that a strange idea to have another half-brother? Not a strange idea, because when my father went away, I think that he had a second life, so everything is possible. But I never could imagine that someone would call me and say about maybe my brother. Yeah, okay. That was a strange moment. Mm. Let's hear your story. Huh? Gezinsleven is belangrijk voor Martijn. Maar in zijn eigen jeugd heeft hij een dergelijke veilige basis helaas moeten missen. Toen mijn moeder zwanger raakte, had ze geen vriend of geen man. En ze komt uit een streng gereformeerd gezin. Dus mijn opa is meerdere malen, wat mij verteld is, bij mijn moeder geweest om te vragen van... Goh, kan je het niet laten adopteren? Die optie grijpt Martijns moeder Annelien naar de keel. Ze denkt er niet aan om haar kindje af te staan... en ondanks de bezwaren van haar ouders is Annelien vastbesloten haar zoon te houden. Ze is dolgelukkig met de komst van Martijn. Het geluk is helemaal compleet als ze een jaar na zijn geboorte Reinier ontmoet... met wie ze niet veel later trouwt. En die heeft mij eigenlijk ook gelijk geaccepteerd als zijn zoon... en vandaar ook dat ik zijn achternaam heb. En later zijn mijn broertje en zusje daarbij gekomen. En zo was het eigenlijk gewoon een gezin. Maar als Martijn 9 is, valt het gezin uit elkaar. Zijn ouders scheiden en er is meer dat hij moet verwerken. Zijn moeder heeft besloten dat het moment daar is om hem de waarheid te vertellen. Ze roept hem bij zich en vertelt hem dat Reinier, de man die hem tot dan toe heeft opgevoed, niet zijn vader is. Martijns wereld stort in en vanaf dat moment is alles anders. Ook met broertjes en zusjes natuurlijk die dan op dat moment, hè, want je bent allemaal klein en dan zeg je van goh, hè, je bent toch mijn broertje niet. Of dat soort verhalen krijg je dan en ja, op een gegeven moment ben je dan, ja, dat is natuurlijk pestrijtjes, maar van hun niet... Zo bedoeld op dat moment natuurlijk, maar het is wel heel vervelend. Ja, een lastige situatie geweest. Martijn heeft voor zijn gevoel vanaf dat moment geen veilige thuissituatie meer. Hij is zoveel mogelijk op het water in zijn zeilbootje en zoekt afleiding in allerlei baantjes. Vanaf mijn 13e eigenlijk ben ik gaan werken op een jachthaven. En ik denk dat ik dat deed, maar ik weet het eigenlijk wel zeker, omdat ik het niet echt fijn vond thuis op dat moment. De jonge Martijn verdrinkt al die jaren de pijn. En nog steeds is Martijn nauwelijks in staat om zijn gevoelens toe te laten. Hij vertelt alles in fases. Dus er komen iedere keer kleine stukjes. En eerst, hij vertelt het lachend. Waarbij ik eerst dacht, nou zo erg is dat niet. Maar daarna vertelt hij hoe erg het voor hem is. Dus de lach, achter de lach verschuilt hij zich enorm. Martijn kan al vanaf zijn jonge jaren niet accepteren dat zijn moeder zwijgt over zijn biologische vader. Als hij 9 is, is ze alleen bereid om hem een naam te geven. Het zou gaan om ene Peter de Graaf. Maar verder wil ze niets over deze man vertellen. Het was voor mijn moeder niet echt fijn dat ik het daarover heb. Ik heb veel ruzies over gehad. Over ja, wie is het dan? En ik wil hem graag ontmoeten. En ik wil hem graag leren kennen. Maar zijn moeder laat niks los. Martijn blijft vanaf dat moment in zijn omgeving vragen of ze iets weten over Peter de Graaf. En de aanhouder wint. Als Martijn 17 is, vindt hij een aanknopingspunt. Ik kreeg op een gegeven moment een oud adres... waar hij dus een aantal jaren geleden voor het laatst gewerkt zou hebben.
En uiteindelijk heb ik hem via een nieuwe baan heb ik hem te pakken gekregen. Hij trekt de stoute schoenen aan en neemt contact met hem op. Peter de Graaf reageert verrassend enthousiast. Volgens hem kon dat ook, want hun hebben wel een relatie gehad. Dus het zou inderdaad heel goed kunnen. Hij was er ook ontzettend blij mee. En hij kwam het gelijk, twee dagen later was hij bij me thuis. Hij kwam niet met jeugdfoto's van hem om te vergelijken met babyfoto's. Martijn is dolblij. Hij heeft plotseling een vader die er ook nog eens echt voor hem wil zijn. Ze doen een DNA-test, want Martijn wil het wel zeker weten. En hij wacht de uitslag vol spanning af. En toen bleek dus niet dat Peter de Graaf mijn vader was. En dat was heel moeilijk, want ik had eindelijk een soort gerust gevoel van oké, ik heb hem, het is goed. En dan is het hem toch niet. Martijn kan het maar moeilijk verwerken. Hij gelooft inmiddels dat hij zijn biologische vader nooit zal leren kennen. Tot zijn moeder, tot zijn verbazing, toch weer een andere mogelijke vader noemt. Ene Reinoud. Maar Martijn durft zijn moeder niet meer zomaar te geloven. Zij heeft natuurlijk vanuit vroeger een verhaal heeft ze moeten maken, ook naar de familie en dat soort dingen. Dat je op een gegeven moment, denk ik een beetje, en dat klinkt misschien heel hard, maar ook een beetje de waarheid een beetje kwijtraakt. Maar Martijns moeder houdt voet bij stuk. Volgens haar is Reinoud de enige man die zijn vader kan zijn. Ze maakt een afspraak met hem, waar ze Martijn in de eerste instantie niet bij wil hebben. Ik kwam nogal rauw op mijn dak, zeg maar, want ik ging 's ochtends, zou ik naar mijn werk gaan. En toen stond ik beneden en toen zei ze van ja, ga maar gauw naar je werk, want er kan zo iemand komen en die kan ook nog je vader zijn. En die kan elk moment komen, dus ga maar gauw en vertel ik je later hoe het zit. En ik stap de deur uit natuurlijk en ik kom diegene tegen. En niks ten nadele van die man, maar die was ontzettend iel gebouwd, knalrood haar. En ik ging weg en ik denk van, nou ja, wat ze nu aan het doen is, ik weet het niet. Maar dit is natuurlijk, daar heb ik echt helemaal niks van. Maar Martijns moeder laat er geen gras over groeien en regelt voor Martijn en Reinoud meteen een DNA-test. Eigenlijk had ik al zoiets van, nou, ik weet niet waarom je dit gaat doen, maar dit zie ik zelf al dat hem dat niet is, zeg maar. En Martijns voorgevoel blijkt juist te zijn. Uit de test blijkt dat ook Reinoud niet zijn vader is. Het vertrouwen tussen Martijn en zijn moeder is nu echt kapot. Dit zorgt ervoor dat Martijn langzaam gaat geloven in een oud verhaal dat een vriendin van zijn moeder ooit vertelde. Zij beweerde dat een Fransman genaamd Dominique zijn vader zou zijn. Dominique is een man die zij tegengekomen is op vakantie op Belle-Île. Zij was samen met haar vriendin daar op vakantie. En ze hebben daar een kortstondige relatie gehad, of tenminste echt een vakantieliefde. Alleen mijn moeder heeft altijd gezegd van dat is hem niet, dat kan niet, bestaat niet, dit kan die man niet zijn. Volgens Martijns moeder was ze namelijk al zwanger voordat ze naar Frankrijk vertrok. Maar hij heeft inmiddels iets te veel verhalen van haar gehoord die niet waar bleken te zijn. Nou, ik ben inderdaad mijn moeder wel gaan wantrouwen in die zin dat ik ben gaan vragen van en je zei, je had me beloofd dat het dit alleen maar hij moest het zijn en het kon niet anders, 100%. Natuurlijk hebben we heel veel ruzies om gehad. Ondertussen blijft de vriendin van zijn moeder beweren dat de Franse Dominique zijn vader moet zijn. Ze heeft zelfs nog een foto van hem uit die tijd. Maar Martijn weet niet meer wat hij moet geloven. Toen heb ik het eerst wat laten sudderen voor mezelf. En had ik zoiets van, joh, ik ben er eerst wel klaar mee met al die DNA-testen en al die teleurstellingen. Ik vind het eerst wel goed zo. En nu heb ik een naam van een Fransman, een Dominique en een foto. En meer weet ik niet. Dus dat is een speld in een hooiberg. Daar denkt Judith heel anders over. Zij weet hoe belangrijk het voor Martijn is en spoort hem aan om toch naar hem op zoek te gaan op het Franse eiland Belle-Île. Toen zei ik echt, als jij het wil, ga ik nu met je mee en dan moeten we ook nu gaan. Het is mooi weer, het is juli, het is de tijd van dat er heel veel mensen op het eiland zijn. Laten we gaan. Martijn laat zich door Judith overhalen. Gewapend met een foto en de naam van het café vertrokken ze vorige zomer richting Belle-Île. Waar alles opeens veel sneller gaat dan Martijn ooit had durven hopen. We kwamen aan op Belle-Île en binnen 5 minuten stonden we voor het café wat ik op de foto had. En al snel vinden ze ook de eigenaresse die daar destijds met Dominique gewerkt heeft. En die zei gelijk eigenlijk van, jij bent niet zomaar op zoek naar Dominique. Want zij kon zien aan mijn trekken en aan mijn dingen. Ze zei eigenlijk gelijk van, jij bent op zoek naar je vader. Ja, dat is natuurlijk ontzettend speciaal als iemand dat zomaar zegt die je gewoon helemaal niet kent. Ik had hem nog nooit gezien, nog nooit aan de telefoon gehad. Dat is natuurlijk heel apart. Maar ze heeft helaas ook heel slecht nieuws.
Dominique leeft niet meer. Dat komt hard aan bij Martijn. Het is de zoveelste teleurstelling in de zoektocht naar zijn biologische vader. Ja, eigenlijk wisten we binnen 5 minuten... of binnen 10 minuten nadat we aan een balie stonden, hoorden we dat de man dood was. Dus ja, dat was heel heftig. Dat is wel heel moeilijk geweest voor mij toen, maar ook wel tegelijkertijd nog steeds een stuk ongeloof. En van ja, maar misschien is het hem dan wel niet. Dus ik kon het niet echt binnenlaten. Daar krijgt hij ook niet echt de kans toe. Martijn raakt namelijk direct bedolven onder nog veel meer nieuws. Er woont familie van Dominique in de buurt. En in Parijs wonen nog een zoon en een dochter. Iedereen wil graag kennis maken met het mogelijke nieuwe familielid uit Nederland. Ja, de familie heeft me ontvangen. Dat is echt enorm. Dat is, iedereen stond open en was blij. En die zeiden ook, oh joh, je hoeft helemaal geen DNA-test te doen. Maar de champagne ging open. En die zeiden allemaal zoiets van, nou, het liefste willen we dat je blijft. Maar Martijn is nog te onzeker om dit enthousiasme te delen. Door dus die 2 eerdere verhalen wordt het echt ontzettend. Het is niet meer. Ik kan niet meer heel enthousiast zijn van yes, ik heb hem en nu ga ik me er vol in storten. En nu geef ik mijn emoties open. Want ik weet niet wat er gebeurt. Inmiddels zijn we een jaar verder. Martijn is op weg naar Parijs. Daar woont de 36-jarige Lionel Jardin. Hij is een zoon van Dominique, al kan hij zich maar weinig van zijn vader herinneren. They left the house when I was 7. So I don't remember of my father. It was away from home a lot of time. Every time doing some parties, doing like quite a bohemian. Zijn vader leidde een wild leven en had geen oog voor zijn kinderen. Iets wat Lionel nog altijd veel pijn doet. I remember that sometimes we had an appointment at 2 p.m. And so we are waiting, and he didn't come. So we go back to the house, and we never saw it. And we spent some weekend to wait for him. Lionel heeft de herinneringen aan zijn vader diep weggestopt. Maar met de komst van Martijn wordt alles weer opgerakeld. Waar Lionel niets meer met Dominique te maken wil hebben, wil Martijn juist alles van deze man weten. Desondanks ontvangt Lionel zijn mogelijke broer Martijn met open armen. It seems like it's like it's natural. Yes, he's very good guy, so I'm happy to know him. Yes, okay. Zo'n warm welkom bij zo'n familie is natuurlijk, ja, dat voelt natuurlijk ontzettend fijn. Alleen nog steeds blijft het zo dat ik ontzettend gereserveerd ben. Dus ik kan me er niet aan overgeven. Dat blijft gewoon een probleem tot nu toe. Ja, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Ja. Je niet meteen eraan over kunt geven. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Je hebt een hele lange zoektocht gehad, dat mag duidelijk zijn. Je bent uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen. Dan krijg je het horen dat je misschien wel een hele Franse, en gelukkig ook een hele warme familie erbij hebt. Wat zou dat betekenen? Ja, dat betekent voor mij eraan toe kunnen geven en een connectie kunnen maken met de familie. Ja. En uiteindelijk, dan kan je eindelijk verder. Eerst zei je moeder dat Peter de Graaf je vader was. Dat wil zeggen definitief. Nou, dat was niet zo, bleek uit de DNA-test. Toen was het voorzeker Reinoud. Waarom zou zij Reinoud dan in de eerste instantie verzwegen hebben? Ben je daar ooit achter gekomen? Nou, ik denk dat ze dat meer gedaan heeft omdat ze het zelf gewoon niet meer wist. Wat er nou eigenlijk gebeurd was. Nee, denk je dat? Ja, dat is het enige wat ik erbij kan bedenken. Ja. Wat doet dat met het gevoel naar je moeder toe dat ze je nou toch een paar keer naar de verkeerde heeft gestuurd? Heel dubbel. Ik heb op een of andere manier toch altijd een beetje een bescherming van mijn moeder. Maar daarin, ja, dit is gewoon. Ik probeer het altijd een beetje voorzichtig te zeggen, maar dit is wat er nu gebeurt, is gewoon, ja, dat is gewoon bijna onmenselijk. Ja. En dat, om dat ook als kind te moeten kunnen verwerken en daar nu nog steeds mee. En als ik het filmpje ook zie, het lijkt net bijna op mijn verhaal niet is. Nee. Dus, maar dat durf je ook niet aan. Nee. Dat zei je net ook al. Ik hou het nog eventjes een beetje gesloten. Hè? Ja. Lionel, you knew that your father has 3 children. Mm-hmm. Did you ever think about the possibility that he has even more? Yes. Yeah?
It's possible. Yeah? Yeah, yes, because, like I said, he went away from my house. My parents divorced very soon. Mm-hmm. So maybe after he could do something else. So it was possible, yes. You told us also that you were waiting for him to come and visit you and he never showed up. That yes, must have been hard. It was during the period when, when parents are divorced, the father sometimes can get the children during the weekend. And so I said to my friends, oh no, I can't, my father is coming this weekend. Mm-hmm. And we were waiting for him and he never come. So. Hoe is dat nou om te horen over jouw mogelijke vader? Ja, heel, heel dubbel. Je hebt, bijna ongelooflijk. Hij is dan overleden en voor hun niet echt goede vader geweest. En hij heeft mij ook niet gekend, dus het is heel, heel dubbel allemaal. Ja. 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 Nou kan het dat het ook Dominique niet is, dat hij niet jouw vader is. Zou je met die... Ja, het is voor jou dan een verschrikkelijke uitslag. Want dan is hij weer negatief. Ja. Je hele familie is niet van jou. Zou je daarmee kunnen leven? Nou, ik zou het moeten. Maar, ga je dat doen? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik ga sowieso verder dan. Ja? Maar nogmaals weer een stevig gesprek met mijn moeder. Maar het moet ook een keer ophouden, zeg maar. Ja, ja, lastig. Ja. Ik vraag het altijd. Jij... hoopt dat Dominique je vader is, dat mag duidelijk zijn. Ja. Maar denk je het ook echt? Met name de laatste dagen, ja. Ja? Ja. Waarom? Omdat het gevoel zit gewoon goed. Op een gegeven moment, ik heb me op een gegeven moment afgesloten om dingen te zien. Dus ogen, mond, lach. Op een gegeven moment ga je daar niet meer naar kijken. Nee. Omdat je denkt, van anders krijg je weer zo'n teleurstelling. Mm-hmm. Maar nu, op dit moment, heb ik er wel een heel goed gevoel over. En denk ik wel dat het zo is. Okay. Ik hoop het ook echt. Ja, ja. Dat begrijp ik. So, Martin really, he hopes it, but he really thinks that Dominique is his father. What do you think? I'm 90% sure. Okay. I just want to know the results now. Okay, goed zo. Begrijp het. Jullie willen allebei de spannende uitslag weten. Ja, heel graag. Twijfelt u aan uw afkomst en wilt u ook een DNA-test? Mail dan naar dna@ncrv.nl of bel 020 763 0063. Martijn wil weten of hij nu eindelijk zijn biologische vader gevonden heeft en de Franse Lionel zijn halfbroer is. Om daar antwoord op te geven is het DNA van Martijn, Lionel en een broer van Lionel met elkaar vergeleken. Martijn, je bent al heel lang op zoek naar je biologische vader. Je hebt al met twee mogelijke vaders een DNA-test gedaan, zoals besproken. Die waren allebei negatief. Hoewel je moeder het beide keren zeker dacht te weten. De man die het nog zou kunnen zijn, is de Fransman dus Dominique Jardin. Als dat zo is, dan zit je nu naast je halfbroer. We hebben jullie DNA met elkaar vergeleken en daaruit, Martijn, is naar voren gekomen dat Dominique Jardin inderdaad jouw vader is. Ja? Ja, you have the same father. You did it! Yes, you are really family. He's your brother. Oh wow. Je hebt hem gevonden. Happy? Yes, of course, of course. You are real half-brothers. Oh my god. Oh my god. Martijn. Ja. Jee. Het is een lange zoektocht die nou tot een einde is gekomen. En een goed einde, vind ik. Ja. Brother. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende video.